U zag net al beeld van twee mannen die hier in deze flat in Zoetermeer de camera stuk maakten met een boor. En dat was ter voorbereiding op hun plan, want ze waren namelijk van plan om bij meerdere woningen hier in te gaan breken. En ze wilden uiteraard buiten beeld blijven. Nou, dat is niet helemaal gelukt. De Willemstraat ligt in de wijk Driemanspolder, vlakbij het stadshart van Zoetermeer. Op donderdagmiddag 2 maart is een bewoonster van deze flat thuis als ze plotseling vreemde geluiden hoort. Een 27-jarige vrouw zat thuis te werken met haar koptelefoon op toen ze geluiden hoorde bij de voordeur. Ze nam een kijkje en zag door het spionnetje in haar voordeur dat een man wel heel dicht op die deur stond. Ze klopte op de deur, zei hallo en zag direct twee mannen wegrennen in de richting van de noodtrap. Daarop belde ze de politie en vervolgens maakte ze foto's van de mannen die beneden bij de flat wegliepen. Aan de deur en het kozijn van het huis was schade te zien. De twee mannen hebben duidelijk een poging gedaan om binnen te komen. We hebben meerdere meldingen van flatbewoners gekregen van poging tot inbraak. Dat hebben we ook kunnen zien doordat er olie op verschillende sloten zat, wat duidt op een poging tot inbraak. En daarnaast weten we dat bij twee woningen de inbrekers ook daadwerkelijk binnen geweest zijn. Daar hebben ze wat geld buitgemaakt. We vermoeden dat de inbrekers op alle 12e verdiepingen van de flat geweest zijn om te kijken waar ze eventueel hun slag konden slaan, waar ze konden inbreken. Ze moeten dus langere tijd in de flat aanwezig geweest zijn. Bij het terugkijken van de beelden door de beheerder van de flat zag hij dat er twee al eerder in die flat waren geweest. En dat zijn de beelden die we aan het begin lieten zien. In de nacht van maandag 27 februari, 3 dagen voor de inbraken, komt deze man de flat binnen. Eerst gaat hij met zijn boor aan de slag bij de camera achterin. En komt dan op de tweede af. Er is nu goed te zien dat hij is vermomd. Deze camera hangt kennelijk wat te hoog, dus er is hulp van een handlanger nodig. Die tilt de man op, zodat hij er beter bij kan. Als ze denken dat de camera's onklaargemaakt zijn, gaan ze weer weg. Maar we zien ze toch nog. Dan wordt het 2 maart. Camera's van het Randstad railstation naast de flat leggen die ochtend twee mannen vast die over de Willem de Zwijgerlaan komen aanlopen. Ze nemen de trap naar beneden richting de flat en zijn daarbij aardig te zien. Omdat het slopen van de camera niet helemaal is gelukt, is hun binnenkomst ook vastgelegd. Ze krijgen een deur open en gaan naar boven, waar ze even later worden betrapt door een van de bewoners. Nadat ze via de noodtrap zijn gevlucht, pikken de camera's van het station ze buiten weer op. Ze verdwijnen over de Willem de Zwijgerlaan in de richting van de Dr. J.W. Paltelaan. De mannen hebben dus duidelijk voorwerk gedaan. Maar op dit moment blijkt uit niets dat ze specifiek voor iets of iemand naar deze flat toe kwamen. Waarschijnlijk dachten ze hier gewoon snel op achter elkaar veel inbraken te kunnen plegen. Inmiddels doen alle camera's bij de flat het weer hartstikke fijn. En er zijn zelfs nog meer maatregelen getroffen om het inbrekers in de toekomst moeilijk te maken. En aan u de vraag, wie zijn deze inbrekers? Waar kan de politie ze vinden? Geef uw tip over hen door via 0800 6070 of bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.